Welkom. U heeft voor zich het schetsontwerp van de revitalisering van de Zilverkamp, fase 4, cluster 14. Dat mag u op zich weer vergeten. Voor dit deel gaat het om de groen geassocieerde adressen van Endepool. De begrenzing van dit cluster wordt aangegeven met de paarse onderbroken lijn. Als het goed is, heeft u al het algemene filmpje gezien waarin mijn collega Willem Bijker uitlegt wat de revitalisering van de Zilverkamp inhoudt en welke weg we moeten doorlopen vanaf het eerste schetsontwerp tot en met het daadwerkelijk opknappen van uw straat. Mocht u deze film nog niet hebben gezien, dan raad ik u aan deze eerst te bekijken. Het doel van deze schets is tweeledig. Het eerste doel is om u als bewoner te informeren van de plannen voor het opknappen van uw straat. Het tweede doel is u te prikkelen om te reageren. We horen namelijk graag van u wat er speelt en wat er wel of juist niet moet veranderen in uw straat. We zullen niet aan al uw wensen gehoor kunnen geven, maar met uw inbreng hopen we wel een completer ontwerp te maken. Ik zal beginnen met de toelichting van de diverse vlakken en symbolen in de tekening. De bruine kleur die u ziet in de straat betekent dat we hier gaan herstraten. De straatstenen worden daarbij hergebruikt. De straat zal er nadien weer netjes bij liggen. Uiteraard zorgen we ervoor dat de straat goed afwatert en kapotte kolken worden vervangen. De rechthoeken met de diagonale assering stellen de parkeervakken voor. Parkeervakken voldoen aan de richtlijnen qua afmetingen. Ze worden uitgevoerd in een afwijkende kleur en voorzien van markering zodat ze duidelijk te onderscheiden zijn. De paarse vlakassering zijn de achterpaden die ook herstraat zullen worden. Dan hebben we nog de groene diagonale assering, die u hier wat meer ziet. Dit zijn de plantvakken. Collega's die in groenvoorzieningen zijn gespecialiseerd, zullen hier een nieuwe invulling aan geven. Er wordt qua beplanting een verhouding toegepast van 20% bloeiende planten en 80% wintergroene planten. Ook voor het groen geldt, maak uw wensen bekend, dan kunnen we daar rekening mee houden. Dan ziet u nog de groene bollen in de tekening. Dit stellen de bomen voor. De bomen proberen we zoveel mogelijk te behouden. Bomen met een slechte conditie willen we graag vervangen. Dit is helaas niet overal mogelijk vanwege de vele kabels en leidingen in de grond. Als we een boom niet kunnen vervangen, willen we deze zo lang mogelijk laten staan. De bomen die we willen weghalen in uw straat zijn gemerkt met een vraagteken. Daar waar wij een nieuwe boom willen planten, wordt dit aangegeven met een lichtgroene cirkel. Het is ons opgevallen dat uw straat behoorlijk versteend is en het is druk met parkeren. Er is dus weinig ruimte voor grote veranderingen. Toch hebben we geprobeerd enig groen toe te voegen zonder dat dit ten koste gaat van parkeervakken. We willen hier graag enkele groenvakken toevoegen en zo de boel een beetje opfleuren. De boom hier is in slechte conditie en willen we graag kappen. Daar komt dan een nieuwe boom voor terug die in het groenvak geplaatst wordt, wat ten goede komt voor de conditie van de boom. In het plan is ook een groenvak aan de zijkant van dit gebouw opgenomen. Het parkeervak wordt in de nieuwe situatie dan aan de voorzijde gelegd. Verderop in de straat zijn nog twee bomen met een slechte conditie. Ook deze willen we kappen. Op een aantal andere plaatsen zien we enige ruimte om een aantal bomen terug te planten. Dan schuiven we nog even door naar het noorden. De parkeervakken hier zullen iets dieper worden gelegd. En ook hier staat een boom met een slechte conditie die we kunnen vervangen door een nieuwe boom in dit groenvak hier. Dit was de toelichting op het schetsontwerp van Endepool. Deze tekening wordt ook als PDF op de website gezet. Indien gewenst, kunt u deze schets dan nog eens rustig bekijken. U kunt uw vragen, opmerkingen en ideeën via het antwoordformulier op de website aan ons te kennen geven. Deze zullen we dan meenemen als we aan de slag gaan met het voorontwerp. Ook als er zaken zijn die betrekking hebben op bijvoorbeeld de aangrenzende clusters of elders in de wijk, dan horen we het graag. Bedankt voor uw interesse en we hopen van u te horen.